Poëzie en culturele expressie kunnen worden gebruikt als tegengif voor rassendiscriminatie. Met die instelling werd gisteren in Theater Thalia een poëzieavond georganiseerd. CARICOM jeugdambassadeur Matthijs Samuel zei daarbij dat wij discriminatie kunnen tegengaan om door middel van culturele expressie bewustwording te creëren. Wereldwijd wordt jaarlijks op 21 maart aandacht besteed aan Internationale Dag van de Poëzie en Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Samuel zegt dat deze activiteit moet dienen als puzzelstuk in de collectieve genezing waar we als natie aan toe zijn. We hebben gemerkt dat met de afgelopen periode, vooral na de 17e van februari, de riften veel dieper en breder zijn geworden tussen de etniciteit en Suriname. Er is veel meer dat ons verbindt dan dat het ons scheidt. En ik denk dat met de meer dan 30 vorige kunstenaars die in het programma zitten, jong en oud, volgens mij is de jongste 17 en de oudste 84, alle etniciteiten van verschillende talen die worden belicht, dat we daarin een puzzelstuk leggen in de collectieve heling waar we als natie aan toe zijn. Samuel zegt dat het tegengaan van discriminatie veel dieper ligt dan blijkt. Het zijn de verschillende culturen die de verschillende bevolkingsgroepen van Suriname met elkaar verbindt. Nou, inderdaad denk ik dat we in Suriname nog steeds de gedachte hebben, we denken veel aan in hokjes. Dus ja, nee, dat is jouw cultuur, nee, dat is aan jouw bezit, dat is voor jou. Maar ik denk dat we een gedeeld erfgoed hebben als Surinamers. We hebben een gedeeld verleden in veel opzichten, maar we hebben zeker een gedeelde toekomst. En dat betekent dus dat we samen zullen moeten werken. Als we willen gaan voor het uitbannen van rassendiscriminatie, het vereffenen van ongelijkheden, het belichten van die specifieke context waaruit we halen dat er nog steeds Surinamers zijn die achtergesteld zijn, met inbegrip van etniciteit, ras, cultuur. Dat we, als we dat kunnen erkennen, dan komen we veel verder. Dat biedt ruimte voor collaboratie. En ik zie in deze heel graag collaboratie als uitmonding. De jeugdambassadeur stelt dat vanuit zijn functie hij de nodige stappen zal nemen om te werken aan het beter op gang brengen van het vredesgevoel. Dat begint volgens Samuel vooral bij de jeugd.